welkom bij een nieuwe video. We zijn in Île del Rey in Frankrijk, een eiland. Ik moest even nadenken waar we waren. En er is hier een mini draaimolen. Dus het is een goed begin van de vakantie en een goed begin van de vlog. Want Jeppe en Moos gaan vliegen! Hebben jullie zin in, Jeppie? Mega oud dit ding. Durf je mooi? Nou ja, ik zag hoe langzaam die ging, dus volgens mij, ik vertrouw het wel. Ja? Mooi zat te draaien. Dus De boys gaan even lekker zwieren zwaaien en ik ga gewoon lekker kijken. Veel plezier! Zo heerlijk dit. Lekker oldschool. We zijn de camping afgelopen en naast de camping zit gewoon een strandje. Ja, we hebben niet echt alles uitgepakt om echt naar het strand te gaan. Ja, liefje. Hé, daar zit ook een beestje. Een garnaaltje. Oh, een strandflow. Echt? Lekker. Nou, top. We zitten lekker tussen de zandvlooien. We hebben niet echt alles uitgepakt om echt een dag naar het strand te gaan. Dus geen zwemkleren of wat dan ook, maar gewoon eventjes lekker. Graafmachientje, schepjes mee, parasolletje mee. Even uitwaaien op het strand. Het is wel echt het ideale weer ervoor, hè? Ja, dit is echt chill. Het is nu lekker zonnetje, maar niet te warm. Ja, klein windje erbij. En dan zo lekker aan het strand zitten. En Jep, heb jij ook een krab gevonden? Nee, heb je helemaal niks gevonden? Dat is helemaal niet waar. Jullie hadden net een krab. Ja, we hadden echt een krab, ja. Waar is die? Ja, het was zo'n krabje. Zo'n klapje. Maar het is wel heel leuk, want we hadden een huisje gebouwd van steentjes voor hem. Toen konden lekker aan chillen. Ja, even gewacht tot jullie kwamen. Ja. En hebben jullie een krabbetje gezien. Ja, en Moos, die was dus helemaal niet bang voor de krab. Die pakt gewoon de hele tijd zo vast en zo. Vindt u nog eens even eentje? Ik kan het laten zien. Het is net weer vloed. Oh. Aan het dus alle krabbetjes worden een soort van... Oké, nieuwe missie voor deze week. We gaan op zoek naar een krab. Ja. Ik niet, overigens. Jij wel. Jullie. De missie is, Sas pakt een krab. Nee. Nou, wij gaan nu nog even lekker chillen op het strandje. En morgen zal onze laatste dag op Île del Rey. En dan gaan we door. Ja, gaan we vroeg door, hè, denk ik. Ja, en waar naartoe? Tot zie je later. Dit was ons inimini plekje op onze eigenlijke eerste echte vakantieplek. Île del Rey dus. Ja, we gaan nu weer vertrekken. We hebben hier 3 nachtjes geslapen. Het luifertje stond uit. Alles was goed. Alleen de plek was een beetje klein. Maar goed, hè, we zijn hier niet heel veel geweest. Alleen een beetje om te eten, een beetje te spelen. Maar nu gaan we dus vertrekken. Alles is ingepakt. De fietsen staan erop. De kinderen zitten vast. En we gaan nu richting Bordeaux. Juhu, ja. Lekker shoppen. Lekker shoppen, toch? Ja, nou, het werkt vandaag niet heel erg mooi weer. Nou, is het nu niet echt heel veel van te zien. Maar vanmiddag gaat het waarschijnlijk wel weer regenen. Toen dachten we, laten we wel op zo'n regenachtige dag lekker naar een grote stad gaan. Als het mooi weer is, weer richting het strand. Ja, plus het is precies halverwege van waar we uiteindelijk heen willen. Ja. En, maar dat zie je dan weer later. Ja, ja ik moet rijden, hè? Ja, het is hier zo krap en ik gun het Sas om hier... Je gunt het mij het af. Nou ja, Sas is gewoon heel goed in kleine hoekjes draaien en keren. Ik ben gewoon eigenlijk een betere chauffeur. Nee, kijk... En zeg maar, het is ook wat om iemand anders te gunnen, weet je wel? Dat is ook een kwaliteit. Liefie, je kan ook gewoon toegeven. Maakt niet uit. Ik kan gewoon heel goed rijden. Oké, alles wat je schade rijdt is jouw schuld. Succes! Bordeaux! Yes, we zijn er! Eigenlijk ook op het fietsje ook. We hebben de camper neergezet. Moet je even kijken. Ik vind het zo grappig. Dan zie je die mooie zo stad. Hollands, hè? Met al die oude gebouwen. En dan zie je hier in één keer zo'n, echt zo'n enorm gevaartje staan. Zo. Met 2 kinderstoelen en een windscherm. Aan elkaar vastgebonden. In de hoop dat ze onze fietsen niet meenemen. Maar we zijn er. Camping is een half uurtje fietsen vanaf Bordeaux. Dus we zijn lekker op het fietsje gegaan. En dit is onze eerste stop. De draaimolen! Dus even tickets scoren. En ik denk dat wij dan niet mee mogen, maar gewoon even gaan kijken. Zal ik een kaartje halen? Wij gaan mee. We gaan mee? In. Ja, wij zijn hier wel een keer op geweest. Het is echt serieus 7, 8 jaar geleden dat Siep en ik hier samen waren. Ja. En toen waren we samen op de carousel. Dat is een wegwerpcameraatje. Ja, dat klopt. Ja, we hebben allemaal echt van die ouderwetse oude foto's van, zeg maar. Superleuk. Je hebt er zin in? Ja, er zit ook een vliegtuig, hè? Ja, we gaan even kijken waar je op kan en mag. En de kids hebben zorgvuldig gekozen waar ze in wilden. En dit is het geworden. Het vliegtuig! Hey jongens, hallo, Hassie. Daar gaan we, dames en heren. En
als je in Bordeaux bent, moet je natuurlijk ook naar dit plein. Dit plein is nu een beetje aan het droogvallen. En zo meteen komt er weer zo'n mist. En dan komt er heel veel water op. We hebben even schoentjes uitgedaan en de broekjes uit. Maar Moos glijdt heel dat onderuit. Ja, als hij erop loopt. Glimmervoetjes. Die glimmervoetjes, die gaan zo vloep en dan ligt hij weer onderuit. Dus zijn hele romper is inmiddels helemaal nat. Dat is wel een beetje jammer, want het is niet heel warm vandaag. En Jeppie die is lekker aan het rondstappen. Maar wachten eigenlijk tot de mist weer komt. En dan komt er weer water op. En lopen, 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 lopen. Het is voor hem echt schaatsen, hè? Is het voor jou niet glad, Jeppie? Nee? Nee, jij kan gewoon rennen inderdaad. Gewoon zeg nog geen eel natuurlijk. Nee, dat is het. Hey, sparaat. Hij vindt het wel heel leuk. Nou ja, hier staan we denk ik nog wel eventjes. We zijn nog wel eventjes zoet. Maar het is wel echt heerlijk om gewoon even in een andere stad lekker rond te pieren waaien. Heel fijn. We zijn trouwens niet alleen de Hoogstraat geweest, want daar kwamen we inlopen en het vonden we gelijk mega druk. Dus we zijn eigenlijk alleen maar de zijstraatjes een beetje door gaan pieren waaien, ijsje eten. Koffietje drinken. Nou ja, en dan het echte drukke centrum een beetje vermijden. Voelt toch een beetje apart om daar nu tussen te gaan lopen. Dus dat hebben we lekker niet gedaan. En hier kunnen de kinderen lekker uitwaaien. Top! Voilà, manger. Is lekker zoals. Mm-hmm. Zitten wij nou echt voor het eerst met z'n vieren uit eten? Nee, we hebben wel eens uit. We zijn wel eens uit eten gegaan, maar niet heel vaak. Nee, echt hè? Niet heel vaak. Nee. En dit al helemaal niet in het buitenland. Ga wel drinken. Oh, drinken? Oh ja. Oh ja, ik kan dan gelijk aan de werk. Hebben ook een mini taartje. Shakshuka met ratatouille. Burger met frietjes. En we delen alles maar een beetje. Ja, ja. Want het is maar een klein tafeltje. Oh ja, daar gaat al een frietje. Een harde stukje eraf. Ja. Ja, maar we zitten wel echt vet hè hier. Een straatje zo. Zo. Echt op en top vakantiegevoel op zo'n terrasje. Ja, het is wel dat Boos plaats heeft gemaakt op de stoep. Ik zit gewoon half op de weg, maar niet uit. Super lekker, wij gaan lekker eten. Doen we zo meteen weer terug op de fiets en de camper. Ja. Dus, oh, daar ging een glas water. Beetje nat. Oepsie. Maakt niet uit, het ging echt langzaam heen. Oh, gelukkig. Oké, eet smakelijk. Ik ga even opletten. We zijn aangekomen vlak bij Bordeaux, bij een superleuk speeltuin. Allemaal het top idee van Sassafras. Ik dacht mega leuk, het is vandaag niet zo mooi weer. We gaan naar zo'n soort beetje oud valkenveen, zijn sprookjeslandachtig ding. Voor kinderen, echt voor peutertjes zeg maar. Met allemaal mini rupsbaantjes, autootjes, allemaal leuke dingen. Toen dacht ik leuk, dan rijden we daar naartoe. En precies echt 5 minuten voordat we daar waren. Ja, we draaien echt letterlijk de parkeerplaats op. Vallen ze allebei in slaap. Moos moest eigenlijk al heel lang slapen, maar die weigerde gewoon. En Jeppe valt ook ineens spontaan in slaap. Dus nu staan we voor Kiddyland. Ja. Met 2 slapende kinderen. Hier andere kant is ook een achtbaantje. Ja, maar een pretpark. Ja, maar dat is voor iets grotere kinderen. Ja, dus wij kijken nu uit op de achtbaan van het andere pretpark. Ja, de rups heet dus iets. De rups, ja. Dus ik kom zo voorbij weer. Allemaal verschillende soorten pretpark bij elkaar. Weet je, we hebben ze in Franken net de Centre Commercial, waar je al die winkels bij elkaar. We hebben hier gewoon ook alle pretparken bij elkaar. Super overzichtelijk. Er zijn boomstammetjes ook. Ja, dit is eigenlijk het leuke pretpark. Maar... Voor ons leuker, ja. Ja, voor ons, maar daar zijn de kinderen wat te klein voor. Ja, dus heel even wachten. Ja. Ik heb mijn schoenen ook al uit, ik ga zo ook even lekker dutje doen. Heerlijk. En dan straks lekker naar Kiddyland. Als ze wakker zijn. Ja. Kiddyland is officieel begonnen. Jeppie, we gaan vliegen. Hiep de piep. Yay! Roosje ook, yay! Kun jij sturen? Ja, oh sturen. Ja, we gaan hoor. Paap! Wat Kiddyland! Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het heet. Ik noem het altijd Kiddyland, maar volgens mij heet het gewoon. Kidpark. Kidpark, oh. Nou ja, Kiddyland vind ik ook wel leuk. Super vet! Echt de moeite waard. Gewoon met zulke kleine minis om even naar zo'n klein avonturenparkje te gaan. Op een dag dat het gewoon lekker regent en af en toe een buitje hebt. We hebben ons goed vermaakt, toch? Ja, ik heb echt. Ik was zo. Ik stond even om te kijken dat je het zo leuk van, die enorme achtbaan.
die als een gek ging draaien. Ja, ik ben echt helemaal verbaasd überhaupt dat ze allemaal leuk vonden. Ze gingen gewoon overal mee in en ze vonden alles gewoon prima. Nou, alles weer vastzetten, kastjes weer dicht. Zorg dat er niks rond kan slingeren. Oh, je hebt niet doen, dan krijg je allemaal krummels. En dan gaan we rijden. We gaan richting Mimizan, naar het strand. Ik kan Sieplek surfen. Wij lekker op het strand hangen. Het wordt de komende dagen heel mooi weer. Dus dat heb ik heel veel zin in. Let's go! Ik moest serieus even zoeken naar de vlogcamera. Dat betekent dat ik helemaal in vakantiemodus ben gekomen. Het is één grote bende. We zijn net terug uit het zwembad. Maar ik ga het even laten zien. We staan inmiddels in Mimizan. Vlak bij de zee. Op een camping. Heel relaxed. Vrienden van ons staan daar met de camper. Ook heel gezellig. Was helemaal het plan om elkaar op te zoeken in principe. Maar we zaten op een gegeven moment echt een half uurtje uit elkaar. Toen dachten we, ja, dan kunnen we natuurlijk ook gewoon even gezellig bij elkaar gaan staan. Echt heel lekker weer. Het is vandaag denk ik 27 graden of zo. Maar aan de kust is dat altijd wel goed te doen met een windje. Moosje ligt even slapen. We hebben net gezwommen. En Jeppie heeft voor het eerst met bandjes gewoon om zelf gezwommen. Oh, wacht. Even een klein stukje daarvan. Echt super trots, want hij hing altijd helemaal als een plakaapje zo aan ons en dan zijn hoofd naar beneden. En nu ineens hield hij zijn hoofd omhoog en zei hij, mama, mij loslaten. Nou, ik dacht, oké, gaan we doen. En hij ging ineens zwemmen, dus super chill. Echt heel fijn, want dan kan hij dat ook gewoon een beetje gaan leren. Hier binnen, even kijken, dus Jeppie is helemaal moe van dat zwemmen. Hier ligt Moosje te tukken. En hier is Jeppie even een filmpje aan het kijken. Die was zo moe van het zwemmen. Die wil geen middagdutjes meer doen. Maar die wilde gewoon even lekker liggen. Ja. Ook prima. En Siep die is onderweg om een gasflits te halen. Nou weet ik niet of 2 jaar geleden ons al volgde. We hebben een lange reis gemaakt met een oude, hele oude camper. Nou, toen hebben we zo'n gezeik gehad met die gasfles. Dat was namelijk nergens de aansluiting die wij hadden, die we konden krijgen. Dat was dan in Spanje. Nou, daar is de gasfles inmiddels eruit. Die heeft Siep nu mee op de fiets en die is nu langs allemaal tankstations aan het rijden. Op zoek naar een plek waar we hem of kunnen vullen of kunnen omwisselen voor een volle. Maar we blijken dus gewoon weer niet een goede aansluiting te hebben. Vet irritant. Ja, elk land heeft daar weer andere gasflessen, andere aansluitingen voor. Maar blijkbaar die wij hebben is hier in Frankrijk dan weer dus net niet de juiste. Dus er staat een koffieding op het vuur met koffie er al in, maar ik kan dus gewoon nu niks maken, want we hebben geen gas. Dus ik moet eventjes wachten tot Siep terug is. En dan hopelijk straks dus zo meer gas. Want als je een camper hebt zonder gas, dan ja, is eigenlijk wel een beetje waardeloos. Dus heb ik geen koffie, geen eten, geen niks. Dus to be continued. In onze reis naar toen we naar Marokko gingen, toen hadden we ook een keer te weinig gas. Moesten we dus ook op zoek naar een nieuwe fles, maar in het buitenland hebben ze dus vaak andere aansluitingen. Nu heb ik gelukkig een fles gevonden met dezelfde aansluiting als van de fles die er al in zat. Alleen de fles die ze hier verkopen is gewoon meer dan 2 keer zo groot. Dus ik hoopte al van, oh, past die überhaupt op die aansluiting? En past die dan ook in het vakje? Maar dat doet hij dus. We hebben nu meer dan 2 keer zoveel gas in de camper. Hetzelfde soort gas. Dus ik denk dat ik gewoon geslaagd ben. Het enige wat ik nu nog niet van mezelf heb is een waterpomptang in de camper. Om aan te sluiten. Die heb ik moeten lenen. Maar dat is maar het kleinste probleempje geweest. Nee, ik ben echt helemaal kapot. Want ik moest helemaal fietsen met gewoon zo'n 13 kilo zware, ja minstens 13 kilo zware fles in de kinderstoel. En lege gasfles voorop. Het was best wel een dingetje. Maar goed, ik hoef niet meer hard te lopen vandaag. Ik heb lekker gezweet op de fiets. Misschien zo meteen even in het zwembad hangen. Even chillen. En even wat eten. En water. Goedemorgen en welkom sporten op de camping. Vandaag heeft het animatieteam bedacht om met de yo-yo en een longboard te gaan longboarden. Ja, wij zijn deze ochtend allemaal heel vrolijk wakker geworden. De kids ook, lekker doorgeslapen. En we dachten, welke van de kleine gaat mee om even een broodje te halen? Nu is ook de koffie op. Oh ja, de koffie is op, maar toen zei Sas, oh, we kunnen ook gewoon met de longboard kunnen we gaan longboarden en boodschappen halen in het stadje. Dus ik zei, top idee. Oh, daar zit ze. Oh, en moet die kan. Zo, dus wij gaan ons leven wagen op de fietspaden van Frankrijk op zoek naar koffie. Tijd.
tijd voor koffie. Kijk, this is how we roll. Campingstijl koffie. Had ze water erin, die erin. Met nieuwe koffie. Even vullen, deksel erop. Ah, lekker. Koffie. Lekker, dat zijn de beste. Lekker toch. Cheers, Ivy. Goed gedaan. Cheers. Eindelijk koffie. Kids spelen bij de buren. We hebben koffie. Dus we gaan even genieten. Mijn boek even bij. De boeken bij? Of ga je een boek lezen? Nee. Dat zal nooit gebeuren. Nee, anyways. Dit was vlog van deze week. Volgende week zijn we weer met een nieuwe vlog. Ja, ook weer op vakantie. Ja. Hopelijk. Jazeker, laatste weekje alweer. Ja. Tot volgende week. En vergeet niet te abonneren, dat hadden we super leuk.